Na 2 jaren COVID werd op zondag 8 januari bij het Pentagon de New Year's Oppojari Jam gehouden. Het was een initiatief van Walter Muringen, heel bekend in de samenleving. En daarmee is hij ooit lang geleden gestart. We hebben zelf even een gesprek met de heer Walter Muringen gehad. En hij vertelde hoe het toen begon. Omdat er niks gebeurde in het land. Niemand deed iets. Iedereen was in het donker. Ik dacht toen van, we moeten iets gaan doen. En toen heb ik dus het besloten. Voor Jari. Ik had gedacht dat het zo lang zou duren. En het schijnt toch wel een goed idee te zijn geweest. Want we zijn nu jaren later en we zien deze gezellige drukte hier. U zit erbij, u kijkt ernaar. Hoe voelt het aan? Oh, eigenlijk saai. Dan ga je me vragen waarom is het saai. Omdat ik niks heb te doen. Vroeger was ik in de running en deed ik alles. En nu hebben ze besloten, enkele jongeren, om zelf te organiseren. En dat gebeurt nu ook. Wat met het geval dat ik weinig heb te doen. En dat vind ik wel lullig. Want ik ben er bezig mee. Maar daar aan de andere kant is het ook wel zo dat mijn gezondheid het niet laat doen. Mijn gezondheid laat het niet toe. Want ik ben niet meer de Walter Muringen die je kent. Ik ben moeilijk ter been. Slechter been. En dus. Maar ja, soms moet je de dingen nemen zoals ze komen. Ik heb ook niet gedacht dat het mij zou overkomen. En keep on going. Maar hebt u er toch wel een beetje van kunnen genieten zoals het vanavond gebeurt? Ja, als die muziek bezig is, als die muziek speelt, dan voel ik me prettig. Ja, want dan heb ik nu een beetje tijd om te kunnen luisteren. Ik zie uw fluit naast u. Hebt u ook nog een beetje gespeeld vandaag? Ja, ik heb geprobeerd. Maar die fluit heeft de laatste tijd ook zijn eigen nukken gekregen. Ik weet niet waarom en hoe. Dus, maar ja, ook dat nemen we op de koop toe. Zo gehoord van Walter Muringen. En we hebben ook gesproken met Anharm Hermelijn en met Glendes, de organisatoren van de New Year's Jam 2023. En zij vertellen wat er allemaal aan vooraf is gegaan. Nou, we zijn vrienden van Walter Muringen en we zijn vrienden van de New Year's Jam. En Walter wil al heel lang dat de New Year's Jam de Pokémon Day wordt. Dus wij zijn bezig met de transitie. En dit is na 2 jaren COVID. Hoe is het allemaal gegaan? Hoe zijn de voorbereidingen verlopen? Nou, ik moet zeggen, als je voor Walter moet werken, of als je Walter samen met Walter dingen moet gaan bepalen, dan moet je echt puntjes op de i zijn. Want Walter is een man die heel erg kritisch is. Dus hij wil van alles weten hoe het eruit zag. En we hebben gewerkt naar wat Walter ons heeft gevraagd. Wat heeft hij gevraagd? Maak jullie geen grappen, die dingen moeten niet te duur zijn. Die mensen moeten komen genieten. Kunnen we met lolo's aan niet? Jullie moeten afdekken. Geld. Iedereen. Poku. Daar gaat het om. Hij heeft zelf ook een beetje kunnen spelen, maar hij zei met zijn fluit doet wat hij wil. Dus kijk, Walter die speelt met zijn gevoel. En op een gegeven moment, ik denk dat het een beetje te maken heeft met dat hij de laatste tijd ook niet zoveel heeft kunnen oefenen. En je begreep. Walter zijn gezondheid gaat een beetje achteruit, maar hij heeft toch gefloten vandaag. En dat vinden we belangrijk. Zal deze traditie worden voortgezet, Anharm? Ja, deze traditie wordt voortgezet. Is er een speciale tijd dat dit wordt gedaan elk jaar? Nou, we doen het op de eerste zondag van januari, mits die valt
1 januari op een zondag valt. En daarom is het vandaag de tweede zondag van januari. Dit wordt nu, heeft me verteld, vanaf de jaren 70 bijna zo. Het is begonnen. In 77. Glenn in Shiraz. Ja. Toen was ik er nu bij en op een gegeven moment Nash, hij was erbij. Kijk, ja. En daarna is het doorgegaan bij Walter in de woonkamer aan de Tweede Rijweg. Dat was gewoon altijd een feestje. En daarna naar Joker's Crab House aan de Gemeenelandsweg. Ik denk één keer uitgeweken naar Bastion. Bastion. En toen kwam COVID. En toen kwam COVID. En nu zijn we hier. En nu zijn we hier. Is de sfeer hetzelfde of zouden jullie zeggen, it's never been better? De sfeer is goed, maar als ik heel eerlijk ben, ik kijk rond en ik denk, wauw, wat zijn we allemaal ouder geworden. Hey, maar weet je wat het mooie ervan is? We hebben deze mensen ook niet meer zo vaak gezien in het dagelijks leven. Dus ik ben een beetje verrast. Ik heb heel veel vrienden weer bij elkaar gezien. De oude Shiraz groep, waar er nog wat van is overgebleven, is ook weer hier. En de mensen die je in het dagelijks leven niet meer zo vaak tegenkomt. Die zie je vandaag hier en dat vind ik zo mooi. En dat was altijd de New Year's Jam. Het gaat om muziek, het gaat om mensen bij elkaar brengen. En voor ons is het altijd het nieuwjaar beginnen met leuke mensen. En dat doen we vandaag. De New Year's Jam bestaat dus al, als u zegt u was erbij in 77. Als je het moet gaan vergelijken met nu, zijn er zaken veranderd? We zijn ouder geworden, dat is alles. Zaken zijn veranderd, we zijn ouder geworden. Maar de sfeer is hetzelfde gebleven. Maar weet u nog wat het doel was toen? Want meneer Muringa zei aan mij, er was niets te doen in het land. Toen zijn we hiermee begonnen. Luister, jam sessions, die bestaan al lang. Vanaf Washboard, vanaf Livo Hugo, noem maar op. Vanaf, hoe noem je dat, Dick Jones en al dat soort dingen. Maar Walter was uitbater van een bekende discotheek in dit land. En op een gegeven moment heeft Walter gezegd, hier en wat doen we aan zondag en woensdag? We blijven gewoon wat jam. En dat was een nieuwe dimensie. En dan ga je zeggen, je komt in een discotheek om te dansen. En dan kom je gewoon op een woensdagavond en dan zie je dat er gewoon gejamd wordt. En het werd steeds drukker. Het was een try-out. Dobro was er ook bij. Hij kwam met zijn poema's. En het is gewoon overweldigend. En op een gegeven moment werd het zo druk op de woensdag, dat zelfs de vrijdag en de zaterdag minder druk waren. Zo'n succes was het. Nou, dus jullie kijken tevreden terug naar vandaag. Het is bijna afgelopen. Jullie kijken tevreden. Heel erg. Maria, say that you remember. Heeft zo'n beetje de sfeer kunnen proeven van de New Year's Jam 2023, die na 2 jaar COVID weer werd gehouden. Het is een initiatief geweest destijds in de jaren 77 van Walter Muringa, die dan ook de eregast was op deze avond. Het was Gil Eijk voor Sunweb TV.